Welkom bij deze speciale uitzending van het Matrix Nieuws. Vandaag is een bijzondere dag, want we blikken samen met de medewerkers van Matrix terug op het afgelopen jaar, waarin we verschillende hoogtepunten beleefden, maar ook met de nodige uitdagingen kampten. Ja, er is weer een hele hoop gebeurd dit jaar. Senne, je hebt een aantal foto's klaarstaan. Pepijn, dankjewel. Ja, we beginnen met een aantal opvallende gebeurtenissen. Dit jaar hadden wij, net als vele andere branches, te maken met uitdaging in de supply chain. We hebben alles op alles gezet om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Desalniettemin hebben we ook dit jaar een aantal prachtige clubs mogen inrichten met onze toestellen. Afgelopen jaar lanceerden we weer mooie nieuwe producten om onze productassortiment nog verder af te stemmen op de wens van onze klanten. We organiseerden pakkende events in Nederland en België en onze 10-10 Challenge beleefde haar eerste lustrum. En niet onbelangrijk, we hebben spiksplinternieuwe bussen waarmee servicemonteurs op pad gaan. Dankjewel Bryce. Het afgelopen jaar gaven onze samenwerking met de Harde Leerschool nog meer vorm. En introduceerden we nieuwe partnerships, bijvoorbeeld met het Nationale Ballet. We zijn weer live. Waar waren we ook alweer? Oh ja, de ambassadeurs. Inderdaad, de ambassadeurs. In 2022 sloten er zich weer ambitieuze ambassadeurs bij Team Matrix aan. We gaan even live naar onze ambassadeurs om te kijken wat ze aan het doen zijn. Ja, op dit moment ben ik bezig om me voor te bereiden op de World Masters. Ik ben rete fit, maar ik er altijd nog een beetje bij. Ja, er is niemand extra bij, dus ik ben nu de topsport aan het combineren met het moederschap. Ook dit jaar verwelkomden we een groot aantal nieuwe medewerkers. Welkom allemaal. En tof dat we met dit mooie team ook dit nieuwsprogramma mogen produceren. Dat is prachtig, toch? Ja, geweldig. Maar terug naar de inhoud. Op dit moment staat Merel in Houten, waar weer nieuwe toestellen worden geleverd. Ja, we staan vandaag in Houten. Het is prachtig weer. We hebben het afgelopen jaar een aantal leveringsproblemen gehad. Maar gelukkig richten we nog steeds heel veel mooie clubs in. Vandaag gaan we aan de slag met de laatste club van het jaar. Hey, daar is Michael. Michael, hoe was het afgelopen jaar voor jou? Best veel uitdagingen, veel clubs ingericht. Maar bij ons komt het toch altijd goed. Waar werd je afgelopen jaar het meest blij van? Van de klanten een glimlach te kunnen zien wanneer het toestel geleverd werd. Dat is goed om te horen. Daar houden we van. En dan schakelen we nu graag terug naar de studio. Dankjewel Merel. Het zijn nog steeds turbulente tijden, maar wij gaan er alles aan doen om van 2023 een prachtig jaar te maken. En aan alle die ons dit jaar geholpen hebben, voor ons gekozen hebben en met ons gewerkt hebben, heel erg bedankt. Dankjewel. 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 Houdoe. Tot volgend jaar. Fijne feestdagen. Tot volgend jaar. Bedankt voor jullie inzet afgelopen jaar. Fijne feestdagen. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. En op naar een sportief 2023. Ja, ik denk dat we het eigenlijk aan mijn tijd. En cut. Dat doe ik zo automatisch. Ja, zijn we klaar voor? Nee.